Hoe bereken ik de oppervlakte van een rechthoek? We onthouden lengte maal breedte. We zoeken eerst de afmeting van de lengte. Dit meet 8,5 centimeter. We zoeken ook de afmeting van de breedte. Dit is 3 centimeter. 8,5 centimeter maal 3 centimeter geeft 25,5 vierkante centimeter. We onthouden dus de formule lengte maal breedte.